Welkom bij de tweede lezing van deze middag. Op weg naar standaardisatie van het inspectieproces. Ja, Bronsveld zal beginnen met wat vertellen over NEN. En daarna komt Daniel Schaap om nog wat over vakmanschap te vertellen. Geniet ervan. Daniel is waarschijnlijk nog even naar de wc, want hij is niet in de zaal op het ogenblik. Ik heb dat op tijd gedaan, gelukkig. Ja, de NEN. Toen ik deze dag voorbereidde, had ik een hele flitsende presentatie in elkaar gezet. Maar daar kreeg ik eens feedback op. Hou het wel even behapbaar voor de zaal, want je hebt maar een kwartier. Dus ik heb de workshop, heb ik nu echt een workshop van gemaakt. Ik ga jullie foto's laten zien en daar gaan we met elkaar over praten. En aan de hand daarvan probeer ik aan te sluiten bij de systematiek van de NEN. Ik moet zeggen dat ik ontzettend gelukkig ben met de vorige spreker. Die eigenlijk er al een pleidooi voor heeft gehouden, naar aanleiding van ervaringen bij Rijkswaterstaat. Als je kijkt naar het ontwikkelen van beleid, heb je eerst een erkenningsfase, een beleidsfase. Je gaat de maatregelen aan koppelen en tot slot kom je in de beheerfase uit. En hij zei, waterkeringen zitten nog in het niveau van erkennen dat ze een probleem hebben rond de inspectie. Dat dat nog vaak heel reactief is. En eigenlijk sluit mijn verhaal er naadloos bij aan. En daar ben ik heel verbaasd over, want we hadden het niet van tevoren afgestemd. Omdat ik denk, persoonlijk, het is mijn mening vanmiddag, dat de NEN daar een handvat voor biedt. Ik noem hem voorlopig nog even de dijkenstandaard, want de NEN is natuurlijk wel een heel aantal jaren verder. Nou, begin van de workshop. Beschrijf de kwaliteit van deze steenbekleding. Roept u maar. Ik ga hier wat aantekeningen maken. U moet mij vertrouwen dat ik uw woorden opschrijf. En dan kunnen we straks kijken of daar een bepaalde lijn in zit. Goed. Waarom is die goed? Ga verder. Moet het tempo er even inhouden, anders ben ik door mijn kwartier heen voordat ik wat gezegd heb. Maten, slecht onderhouden. Slecht onderhouden, want? Ga verder. Kunstig, werd links gezegd en wat werd achterin gezet? Innovatief. Ik ga eens even verder met de volgende foto. Dit is het overzicht. En dit is een detail, hier is een blok tussenuit en je ziet dat er een betonnen funderingslaag onder zit. Wat vinden jullie van de kwaliteit van deze bekleding? En waarom is die matig of slecht? Ja. Dit zijn wat aantekeningen die ik heb gemaakt. Van de eerste foto was goed, niet verzakt. Maar er bleek ook wat discussie te zijn over van, wat is goed? Want iemand zei, het is kunstig. Een ander zei, slecht onderhouden, want zijn blokken zijn niet even hoog. Dat heeft natuurlijk te maken met materiaalkennis. Want die bekleding is aangelegd om golfremmend te zijn. En daarom zit die hoog-laagverspringing erin. De tweede werd wat minder goed gescoord, hè? Maar eigenlijk is dit de meest pregnante vraag. Wat is goed? En ook, hoe kun je beschrijven wat goed is? Want daar kun je heel veel invalshoeken voor hanteren. En als ik dan kijk, als je richting NEN gaat kijken, ga je het hebben over hoe beschrijf je je gebrek. Dus wat zijn de aspecten van je gebrek? En ik heb wat gezien over hoe die is aangelegd, hoe die onderhouden is. Er zitten schadezaken tussen en zo, de missen elementen werd gezegd. Eigenlijk kun je die gebreken allemaal gaan beschrijven aan vier aspecten. Het eerste is functioneren, hoe werkt het? Dus hoe werkt die bekleding? Is die golfremmend of niet? Dat zegt iets over de kwaliteit van die bekleding. De constructie, hoe zit die in elkaar? Dus is die netjes gezet? Zit er splitfilling tussen? Hoe zit de fundering in elkaar? Het materiaal, je hebt een betonzuil, maar hoe is het beton op zichzelf nog? Of hoe is de basalt op zichzelf nog? En deugt het ontwerp?
En deze vier aspecten zien jullie ook staan op een blaadje die ik op de tafels heb gelegd. Dus deel de blaadjes even uit. De volgende die ik ga behandelen staan op het blaadje. Maar deze moet je even je achterhoofd houden. Want als je dan gaat kijken naar dat materiaal en naar de ontwerp en naar je functioneren en je constructie, dan kun je gaan zeggen van dat gebrek, hoe belangrijk is nou het gebrek dat ik zie? Hoe belangrijk is het nou dat er één zo'n steen uit die tweede foto ontbrak, hè? Uit die basaltglooi? Is dat een gering belang? Maakt het helemaal niet uit of er een steen uit de glooiing is? Of is dat een serieus belang? Is die niet meer voldoende in functie als er een steen uit is? Of is het een ernstig belang als er een steen uit is? Namelijk, hij functioneert gewoon niet meer. Die drie stapjes kun je onderscheiden bij als je het belang van zo'n gebrek beschrijft. En dan kun je dus kijken naar alle vier de aspecten functie, constructie, materiaal en basiskwaliteit. Hoe is die aangelegd? Je kunt vervolgens gaan kijken, hoe ver is die aan het onttakelen? Hoe lang is die er al mee bezig? Nou, dat kun je heel makkelijk omschrijven. Het is een beginstadium van een gebrek. Bijvoorbeeld een parkoenpaal van prikkeldraad. Daar zie je zo'n grijs waas overkomen. Hè? Nou, dat zegt nog helemaal niks over een achteruitgang. Gevorderd begint hij te splijten en in te rotten. En eindstadium is hij zo ver doorgerot dat hij niet meer het prikkeldraad kan vasthouden. Maar je kunt het ook doen voor insporing in je gasmat bijvoorbeeld. Links zie je een beginstadium, gevorderd en een eindstadium van een insporing. En het derde wat je kunt beschrijven van een gebrek is de omvang. Bijvoorbeeld 4 van de 10 palen ontbreken. Of 20 vierkante meter van de glooiing is verzakt. Of 25 meter van mijn oeverbeschoeiing is losgeslagen. Of een bepaald percentage. En die percentage kun je klasses aan gaan hangen. En de NEN maakt gebruik van deze 5 stappen, minder dan 2%, 2 tot 10, 10 tot 30, 30, 70 en meer dan 70. Omdat een beetje ervaren inspecteur dit redelijk goed kan inschatten, deze gradaties. Snappen jullie deze drie? Belang, intensiteit en omvang. Die staan bovenaan jullie formuliertje. Als daar namelijk geen vragen over zijn, dan laat ik weer een foto zien. En dan gaan we samen kijken of we op die manier de kwaliteit kunnen gaan scoren. Want daarnet bleef het toch een beetje in vrije proza hangen, hè, wat men ervan vond. Dus dit tabelletje in je achterhoofd houden, of bovenaan je blaadje. En dan gaan we kijken naar 3 foto's van een trap. Dit is de overzichtsfoto, een talutrap in Nijmegen. Hier zie je hem van wat dichterbij. En hier in detail. Nou, op je blaadje heb je ruimte om in het eerste vakje te beschrijven wat je hiervan vindt. Als je kijkt naar het belang, de intensiteit en de omvang van de schade aan deze trap. Moeten we natuurlijk wel eerst weten waar we naar kijken, hè? Welke inspectieparameter we beschrijven. Ik heb er een voorbeeld opgezet van de grasgroei tussen de elementen. Die staat er cursief gedrukt tussen. Welke inspectieparameter vinden jullie de moeite waard om te beschrijven van deze trap? Roep eens wat. Verzakking. We gaan met elkaar kijken naar de verzakking. Wat is het belang van de verzakking? Schrijf dat gewoon maar eens even voor je op. Wat vind je van de intensiteit van de verzakking? Is het begin serieus of eind? Begin gevorderd of eind? En wat vind je van de omvang van de verzakking van de treden? En bij die omvang even gebruik maken van die klasses, hè? Van de kleiner dan 2 tot groter dan 70%. Nou, dat wordt driftig geschreven. Ik ga het weer proberen centraal te krijgen. Nou,
Wat vinden wij van het belang van het feit dat de trappen met enige kromming, met wat boogwerking, in het taluut liggen? Wat vonden jullie daarvan? Wie heeft dat opgeschreven? Gering belang, want... iets harder, dan kan ik het ook voor de rest van de groep herhalen. Jij zegt dat het wat golvend ligt, tast de functie. Ik ben even een pedagogische papegaai, zodat iedereen het hoort. Streng verboden in het onderwijs, want daar let de rest van de groep niet meer op. Toch doe ik het vandaag. Het tast de functie niet aan dat het wat golvend ligt. Is de rest het daarmee eens? Er kunnen holle ruimtes onder zitten en in deze vorm wel. Dus kun je zeggen dat het golven van een traptree ten alle tijde een gering belang is? Of kan het een serieus belang zijn, alleen in deze vorm is het niet ernstig? Algemeen zijn trappen dikke dingen. Je verwacht van trappen wat. Ja. En de regelmaat van trappen is ongeveer een van de eerste dingen die je van een trap verwacht. Dus inbreuken daarop. Ik ben geneigd om dat ernstig te vinden. Maar dan kijk je naar wat anders dan het waterkeringsbelang. Dan kijk je naar het veiligheidsbelang van de gebruiker. Heel belangrijk. Hij staat namelijk niet in dat rijtje van die vier, omdat veiligheid en milieu even daarbuiten vallen. Maar die zijn heel belangrijk om mee te scoren in je inspectie. Maar als we alleen kijken naar het waterkeringsbelang, dan kom ik nog even terug op de vraag. Is het dan een gering gebrek of gering belang, een serieus of een ernstig belang dat die trap goed in zijn verband ligt? De stemmen staken nog een beetje, ik hoor serieus en gering noemen. Daar zullen we het dus met elkaar over eens moeten zien te worden. Dat lukt vanmiddag niet. Wat vonden jullie van de intensiteit? Dus is het een beginstadium, gevorderd of een eindstadium? Begin? Want? Je zegt het is minimaal en iemand zei gevorderd, want... Het ligt er al een tijdje. Maar denk je dat dit nog snel verder kan ontwikkelen? En als we op die manier daarna gaan kijken, van zal dit zich nog veel verder gaan ontwikkelen? En met die invalshoek gaan kijken, is het begin gevorderd of eind? Dan zit je al tegen het eind aan, hè? Dus daar moeten we kennelijk ook een afspraak over maken. Wat verstaan we bij het zakken van een taluutrappen onder begin, gevorderd en eind? En als je kijkt naar de omvang, dan moet ik eventjes denk ik terug naar de overzichtsfoto. Hoe groot deel van de trap vertoont golvingen? Is dat kleiner dan 2, 2 tot 10, 10 tot 30, 30 tot 70 of groter dan 70? 10 tot 30, ja. De foto... biedt ook geen uitkomst natuurlijk, want je kunt boven in de trap niet kijken. Maar het is in ieder geval al veel meer dan heel erg plaatselijk. Het gaat al richting algemeen. Hè? We gaan hem nog een keertje oefenen met een andere, die misschien wat meer aanspreekt. Ik heb nog 2 minuten, hoorde ik. Dus u moet opschieten. Dan gaan we het gelijk in de groep doen. Wat vindt u van het belang van zo'n veespoor onderlangs een kade? Dit is binnen. Ik hoor hier gering. Biedt iemand nog wat anders? Serieus, want? U hebt er een technisch argument voor. U zegt als het water over de kade stroomt, krijg je hier zo'n uitspoelrichel. Moeten we met elkaar dus ook verder naar kijken. De intensiteit, is dit een beginnend spoor, een gevorderd spoor of een eindspoor? Als je kijkt naar veeschade. Ik laat er vast even de volgende foto zien. Dit is ook loopschade. Is dit begin, gevorderd of eind? Begin, gevorderd.
Hij is duidelijk anders dan deze. Dit is verregaande staat van ontbinding, om maar zo te zeggen. Hier zie je toch nog aan beide zijden een duidelijke grasmat. De wortels komen eronder misschien nog wel bij elkaar. Dus dan kun je zeggen van nou, dit is begin tot gevorderd of zo. En de omvang is dit 0 tot 2, 2, 10, 10, 30, 30, 70 of meer dan 70. Van het inspectievak dat ik rood omkaderd heb. Wie kiest voor 0 tot 2? Wie van 2 tot 10? En van 10 tot 30? Nou, de meeste zitten in van 2 tot 10. Helaas ontbreekt het aan de tijd om hier verder op in te gaan. Daarom de slotvraag. Denken jullie dat op deze manier beschrijven van schadegevallen op een dijk een mogelijkheid biedt om objectiever naar de schade te gaan kijken? Het is subjectief, want... eigen waarneming. Ja. Ja. Ik ga even heel snel... En op het moment dat je er een inspectiekaart aan hangt bij een inspecteur, waarop omschreven staat, waar we net de discussies over hadden, hè, wat is begin serieus en gevorderd en zo. Als je dat omschrijft, bijvoorbeeld bij zuilen van onregelmatigheden zijn zichtbaar, bij samenhang verband, dit is de inspectieparameter, en dit is de klasse, hè, bij laag begin, gevorderd stadium. Als je op die manier je zaak gaat beschrijven, zou het dan wat u betreft niet meer subjectief zijn, maar objectief? En als je op deze manier aan het werk gaat, zou het misschien dan meer soelaas bieden? Sowieso. Ja. En zou dat toepasbaar zijn in de waterkeringenwereld? Nu hoor ik in ieder geval geen duidelijk nee meer. Dit is redelijk nieuw om eens even op tafel te leggen. Zit hier heil in om dat eens verder te gaan bekijken? Oké, nou, het ontbreekt helaas verder aan tijd. We kunnen in de pauze verder straks, maar wat zeg je? Het is risico bestuurd, hè? Om daarmee op ja. De inspectie, rustig, het risico aan over de stap te maken welke maatregelen je neemt. Ja, dat klopt. Dankjewel. Ik zet hem. Dan mag Daniel even achter mijn rug gaan zitten, of jij, want ik krijg de microfoon er niet vanaf. Houston, yes. We have contact. Nou Jaap, staat mijn presentatie op. Dank daarvoor. Een aantal van jullie hebben mij misschien vanmorgen al gezien. Daan de Schaap van het Waterschap Friesland, het Wetterskip. Wij zijn bezig geweest, we hebben de start gemaakt met het maken van een inspectieplan. En een inspectieplan dat gaat eigenlijk in op het omschrijven van je inspectieproces. En ik wil het graag met jullie hebben over het inspectieproces. Wat is een proces? Wat kom je tegen op het moment dat je met inspecties als processen gaat bekijken? En ik denk dat dat een mooi aansluit op het verhaal van Jaap. Wat net al naar voren kwam is eigenlijk een stukje, wat je net merkte, er zit ook heel veel kennis in de zaal. Er is heel veel vakkennis, vakmanschap, noem het maar zo. Wat vind je ervan? Je kan het omschrijven op een inspectiekaart. En mensen hebben ook vaak wel een eigen idee erbij. Wij hebben behoorlijk veel inspecteurs lopen. We hebben 3200 kilometer aan regionale keringen. Daarvan hebben we ongeveer een 30 tot 35 inspecteurs lopen. Het streven naar uniformiteit, dat moet je als organisatie moet je daarin wel een bepaalde balans vinden. Op het moment dat je heel diep in detail gaat beschrijven wat iemand van een bepaalde situatie moet vinden, dat is best lastig, hebben we gemerkt.
Dus wij zijn wel op zoek geweest van wat gaan we nou opschrijven in zo'n proces? Hoeveel gaan we nou vertellen aan zo'n inspecteur waar hij op moet letten en wat hij er dan voor moet vinden? Eigenlijk het verhaal van Jaap met inspectiekaart, we schrijven dit op en dan als je dat ziet, dan vind je dat. Maar er werd net ook gezegd, een inspecteur bij ons ook, zijn dat de beheerders van de kering en rioolbeheerders, die doen integraal watersysteembeheer. Die kennen zo'n gebied van haven tot gort. Die kennen die keringen vaak heel goed en dan zal ook de ene inspecteur en de andere inspecteur die met of zonder gebiedskennis zal ook waarschijnlijk een ander oordeel vellen op datgene wat hij ziet. Is dit zo'n... Standaardiseren, wat kom je tegen? Ik heb even proberen een paar punten op te schrijven wat we eigenlijk tegen zijn gekomen op het moment dat wij dachten van hey, hoe moeten wij daar nou mee omgaan? We hebben heel veel mensen rondlopen, die hebben heel veel kennis en hoe gaan wij nou opschrijven wat zij eigenlijk moeten vinden? En moet je dat willen of tot hoever moet je dat willen? Hoe detailistisch beschrijf ik het proces? Is daar een mooi voorbeeld van. Hoe ga ik om met de vakkennis van medewerkers? Medewerkers die al jaren op die kering inspecteren en je gaat opeens een kaartje meegeven en je zegt van moet je eens luisteren, als je dit ziet en het is zo groot en het is zo diep, dan is dat heel slecht. Terwijl die inspecteur er al 10 jaar loopt en die zegt van ja, leuk, maar die scheur die zit er al 5 jaar en ik heb hier deze grond, ik weet wat erin zit en dat loopt niet zo vaart. Nou, die discussie die kom je tegen op het moment dat je het wil vatten in het proces. Wat er ook speelt, hoe doen anderen dat? Wil je conformeren aan de landelijke ontwikkelingen? Zeg je, gaan we mee met zo'n rapport wat op tafel, wat vanmorgen uitgereikt is, de handreiking. Hoe gaan die ermee om? Hoe doen andere beheerders dat? Wij hebben zelf geïnspecteerd met ook Groot Zaland en met nog een aantal waterschappen waar heel veel kennis aanwezig is, waar heel veel inspecteurs, maar ook dijkbeheerders zitten. Die zijn de hele dag bijna op die kering aanwezig. En wij hebben inspecteurs die naast hun inspectiewerkzaamheden alleen maar, daarnaast ook operationeel pijlbeheer doen. Nou, daar zijn ze in heel veel grote gedeelten van het jaar heel druk mee, dus dan is het keringbeheer eigenlijk een onderdeel daarvan. Nou, dat verschil in kennis, dat merk je ook terug in inspecties. En dat is ook wel heel interessant om te kijken hoe elke organisatie daar toch anders mee omgaat. Daarnaast is er... regel en wetgeving, heeft dat invloed op hoe jij met je processen om zou moeten gaan? We hebben natuurlijk wettelijke taken als beheerder. We hebben ook te maken met risico's op het moment dat je werk niet goed doet. Dat is een heel ander kader dan dat je in een commerciële omgeving werkt. Waar je ook zegt van jongens, we moeten een product hebben. En hier zijn de kaders en leven maar wat op. En dat is toch wel een verschil denk ik met ons. Dus wet en regelgeving heeft denk ik wel invloed, maar hoeveel, dat is eigenlijk best nog wel zoeken. Ik wil niet te diep ingaan op procesarchitectuur met jullie, daarvoor is de tijd ook te kort. Ik wil eigenlijk wel even met jullie naar twee uitersten kijken in binnen procesbeschrijvingen, blackbox en whitebox benaderingen. Dat gaat eigenlijk met name over hoe je omgaat met het beschrijven van hoe je doet. Het is wel duidelijk wat hier ook staat eigenlijk. Beschrijf ik naast wie, wat, wanneer, ook hoe. Nou, wie, wat, wanneer, dat zijn hele duidelijke stappen in je proces. Daar moet je gewoon afspraken over maken. Maar hoe, dat is eigenlijk toch wel een... dat wordt overal anders gedaan. En zeker in het trek waar we nu zitten naar een landelijke uniformering is dat ook best wel een lastige discussie. Je zit sowieso, wat spreek je daar met elkaar over af? Maar ook, hoeveel kennis hebben mijn medewerkers en hoeveel kennis wil ik dat mijn medewerkers hebben? Ik ga jullie eerst even meenemen naar de blackbox benadering. De blackbox, ik heb het even als een paar lijntjes aan de linkerkant de voorkant van het proces en aan de rechterkant de achterkant van het proces. Edward de Bono, dat is een meneer die in Engeland een soort manager, een auteur van managementboeken, hij is arts en psycholoog. En hij heeft eigenlijk het heel mooi samengevat door een keer met een groep kinderen te kijken van... ik heb een aardappel en die wil ik geschild hebben in een aardappelmachine. En gaan jullie nou eens zo'n aardappelschillenmachine van mij beschrijven? Wat moet die doen? Zo'n proces is natuurlijk groter dan hoe je het doet. Je begint een proces altijd aan de achterkant. Je beschrijft eigenlijk wat je wil. Ik wil die geschilde aardappel hebben. Dat is ook iets waar je afspraken over maakt met elkaar. Ja, zo moet die eruit zien. Dit is het niveau, dit is de kwaliteit wil ik hebben. Vervolgens ga je aan de voorkant van het proces kijken, oké, maar wat heb ik daarvoor nodig? Wat voor activiteiten, wat voor middelen heb ik daarvoor nodig om tot dat product of tot dat, die informatiebehoefte te komen?
daar maak je ook afspraken over. Wat de blackbox benadering niet doet, is zeggen hoe je het moet doen. In feite zeg je daar als organisatie, weet je wat, we hebben afgesproken wat jij wil hebben, wij weten wat we daarvoor nodig zijn en hoe we dat doen. Nou, wij hebben medewerkers, die hebben heel veel kennis, die regelen dat voor ons. Wij zorgen dat ze voldoende ondersteund worden in opleiding en wij selecteren aan de voorkant ook op de kennis van die medewerkers. En dat stukje van het proces beschrijven wij maar hierin worden aardappels geschild. Dat is eigenlijk ook wat Edward de Bono met die kinderen tot de conclusie kwam. Een aardappelschilmachine die doet niks anders dan doen wat die doen moet. En dat is een manier om ook naar je proces te schrijven. Blackbox is gericht op samenwerking. Je gaat minder op de inhoud van je werk in. Maar je gaat meer in op de hoe stem je onderling dingen af. Wat spreek je erover af? Hè? Wanneer lever je wat op? Er is heel veel ruimte voor creativiteit en flexibiliteit. Hè. Medewerkers krijgen ruimte om zelf ook iets te vinden en met hun vakkennis ook gewoon iets van een bepaald moment te vinden. Het brengt ook veel verantwoordelijkheid met zich mee. Als organisatie geef je ook een stukje vertrouwen of een stukje controle uit handen richting de uitvoerende instantie. Ik geef het door naar de whitebox benadering, eigenlijk het andere uiterste van procesbeschrijvingen. We beginnen weer met hetgeen wat je wil hebben. Dat is altijd het begin van het proces. Maak je afspraak over. Zelfde manier als blackbox. Alleen wat krijg je nou? Op het moment ga je zeggen hoe je die aardappel gaat schillen. En daar maak je ook afspraak over. Je gaat met elkaar vertellen van, hey, weet je, ik ga die aardappel zo schillen. En dat doe ik met een sorbomesje. En die gaat 45 graden gaat die tegen die aardappel aan staan. En dan gaan we hem links omdraaien en dan krijg je dit effect. Nou, dat is een andere manier van proces beschrijven. Gaat heel ver. En vaak is, zie je dit in omgevingen waar de producten veel kritischer zijn. En waar wij in het proces tegenaan zijn gelopen is dat wij ook met best kritisch werk bezig zijn. En dat je dus, omdat je ook met wet en regelgeving te maken hebt, dat je eigenlijk best wel een beetje geneigd bent om hier naartoe te gaan. He, om nou te zeggen, helemaal black box, we zeggen van nou die medewerker, die inspecteur, die sturen we de kering op en hij belt mij en hij zegt dat ding is goed of hij is slecht. En hoe hij dat heeft gedaan, weet ik niet, maar ik vertrouw Jan, want hij vindt dat hij goed is. Nou, dat is als organisatie, denk ik, zeker in dit traject op zoek naar uniformiteit, best wel een kunst om daar mee om te gaan. Ook richting je medewerkers, die waar heel veel ervaring en kennis zit. Ook niet het gevoel mee te geven van, hey, jij weet niks en je moet als een fotokamer op die kering lopen. En breng informatie maar naar binnen en wij gaan er wel wat van vinden. Dat zijn gewoon ook dingen waar je tegenaan loopt. De whitebox die gaat... De kinderen die hebben nog wat te melden over aardappelschilmachine. Ik heb nog 2 minuten, hoor ik net. Ik ga ook even wat versnellen. Whitebox die gaat dus met name in op het uitdiepen van vakmanschap. Dus gericht op het overdraagbaar maken van werkzaamheden. Dus je gaat echt door op de inhoud. Het uitzicht voor alle werkvoorschriften, geplastificeerde kaartjes, inspectiekaarten wat net naar voren gekomen is. En het heeft vooral bij kritische werkzaamheden, waar wij denk ik mee bezig zijn, best wel veel meerwaarde. De praktijk in dit hele verhaal is toch wel zoeken naar balans. Je kan, de black en whitebox zijn toch vrij uiterst binnen procesbeschrijvingen. Elke organisatie maakt nu ook nog die eigen afweging. Er zijn landelijke ontwikkeling. Ik ga hier even doorheen omwille van de tijd, want ik wil wel graag nog even met jullie naar een stelling toe. De relatie met inspecties zou je hier kunnen zien. Dit zijn dus de deelprocessen die in de programma's van de STOA naar voren zijn gekomen. Inspecties bestaan eigenlijk uit waarnemen. Een stukje diagnose, hè, waar je de ernst bepaalt. En een stukje prognose, waar je de ernst vertaalt naar de ontwikkeling in de toekomst. En bestaat uit een operatiegedeelte waar je eigenlijk zegt van god, ik ga maatregelen nemen naar datgene wat ik geconstateerd heb. Dat zijn eigenlijk processen waar je eigenlijk als organisatie kan kiezen. Van, goh, elk proces waarnemen, dat laat ik over aan de inspecteur of ik ga beschrijven. Die overdracht van de waarneming naar de volgende deelproces ga ik beschrijven. Nou, zo heb je op elk moment in zo'n cirkel van inspecteren, kun je als organisatie eigenlijk kiezen voor hoe diep je gaat. Ik vertel jou wat je moet doen of ik vertel wanneer je wat moet doen en hoe je doet zie je maar. Hier zijn we ook nog niet helemaal uit. Het is natuurlijk het streven naar landelijke uniformiteit en toch denk ik de kunst om zoveel mogelijk richting whitebox te gaan. Omdat je dan ook kan verantwoorden hoe je tot bepaalde conclusies bent gekomen. Een groot leerpunt voor ons was zelf doen. Op het moment dat je dat extern invliegt, dan heeft dat een hele korte tijd heeft dat wel wat effect. Maar zelf doen, ook de kennisoverdracht tussen medewerkers en het erover hebben, genereert vaak al veel meer begrip en medewerking.
En ik wil graag even, omwille van de tijd, ik heb 3 stellingen, maar we doen er even 1. Een goede procesbeschrijving maakt vakkennis overbodig. En ik wou in ieder geval even spelen met jullie van of hier mensen zijn van, dit vind ik helemaal niet waar of dit vind ik heel erg waar. Ik weet of hier mensen op willen reageren. Nieuwe materie begrijp ik, die meneer. Ik zeg niet dat het onze stelling is, het is een stelling om jullie te prikken. Nou, wat ik vooral zou inbrengen, ik heb daar zeg maar als niet vakman geen uitgesproken opvattingen over, wat de techniek betreft. Maar het gaat over het inwinnen van data, het maken van gegevens en het interpreteren van de gegevens. En dat onderscheid is van belang. Ja. Vakmanschap is het enige wat beschikbaar is om gegevens te interpreteren. Je kunt automatiseren, willen we allemaal niet. Ja. Maar het inwinnen van gegevens is voor een belangrijk deel te objectiveren, denk ik. Ja. Dus u bent het oneens met de stelling. Zijn er meer mensen? Zijn er ook mensen eens met de stelling? Ik zag daar nog een oneens. Nou, om de volgende reden. Omdat in mijn beleving, als je kijkt naar een organisatie, dan zitten daar altijd zeg maar inhoudelijke kanten aan en er zitten administratieve kanten aan. En juist mensen vanuit de administratieve hoek denken in termen van procesbeschrijvingen, terwijl mensen die meer bezig zijn met de inhoud de vakkennis hebben. Toch is het heel belangrijk dat je beide werelden met elkaar zeg maar verbindt. En juist een procesbeschrijving helpt je als techneut om te zorgen dat jouw product ook aansluit op de organisatie. Ja. Dankjewel. Hoe zitten we qua tijd, moderator? Officieel op. Ik had nog een stelling, er is geen landelijke norm voor het detailniveau van inspectieprocessen te ontwikkelen. Nou, dat wordt een beetje te breed, denk ik. Stelling 3, wet en regelgeving is niet van invloed op het detailniveau van inspectieprocessen. Nou, ik denk, misschien dat ik hem nu even niet in de groep gooi, maar we hebben wel gemerkt dat het wel degelijk van invloed is. Je hebt toch een bepaalde verantwoording, je moet ook richting je bestuur, richting je toezichthouder, moet je iets gaan roepen hoe je tot resultaten tot stand bent gekomen. Dus ondanks de balans neigt het binnen de inspectieproces toch wat meer richting whitebox dan blackbox te gaan. Maar wees ervan bewust op het moment dat je bezig gaat met processen dat dit soort krachten spelen. Zijn er nog vragen? Nou, als er geen vragen zijn, dan wil ik jullie danken voor jullie aandacht en nog veel plezier met de rest van de middag wensen.